miljarden nodig om de regio bereikbaar te houden. En een snackbar zonder frikandellen en kroketten. Goedenavond, u kijkt naar Uw Nieuws. Utrecht moet een tweede intercitystation krijgen en er moet een tram of snelbus gaan rijden om de stad. Dat zeggen de provincie en de gemeente Utrecht. Want Utrecht Centraal kan de drukte alleen niet meer aan. Steeds meer mensen willen wonen en werken in onze provincie en daar zijn extra bussen, treinen of trams voor nodig. De overheden vragen aan het Rijk om een miljardeninvestering in het openbaar vervoer. Op Utrecht Centraal staat verslaggever Kees Hoogendijk. Kees, ja, een net nieuw station en binnenkort is die dus al niet meer toereikend. Nou, inderdaad, omdat het hier heel erg druk is. Dat zie je nu natuurlijk ook achter met de spitstijd. Heel veel mensen maken gebruik van dit station. Alleen ze hoeven er niet allemaal te zijn in de directe omgeving. Ze gebruiken het om over te stappen. Utrecht is de grootste groeiregio van ons land. Dus dat betekent dat er alleen maar meer mensen bij zullen komen. Dus moet er iets verzonnen worden. De provincie en de gemeente Utrecht hebben een plan gemaakt. En ik vroeg vanmorgen aan de gedeputeerde van de provincie, ja, wat hij als oplossing ziet voor die drukte hier op het station. Je ziet ook dat veel mensen daar gebruik van maken. 88 miljoen mensen per jaar. Dat is meer dan Schiphol. Maar wat er vooral ook gebeurt is dat veel mensen daar naartoe gaan, maar niet op die plek hoeven te zijn. Dus zich vervolgens verplaatsen door de stad. Bijvoorbeeld naar het Science Park of naar andere plekken in de regio. En het zou mooi zijn als we mensen ook op een andere manier rechtstreeks, dus niet via Utrecht Centraal, ook naar die plekken kunnen krijgen. Ja, station Utrecht Centraal dus vermijden als dat kan. Dat is het plan. Maar hoe, Kees? Nou ja, eigenlijk zie je in andere grote steden, denk aan Amsterdam, denk aan Den Haag, dat die ook andere stations hebben om die reizigers op te vangen. Den Haag heeft bijvoorbeeld naast Centraal Station ook Holland Spoor. In Amsterdam heb je naast Amsterdam Centraal Amsterdam Zuid. Speelt een belangrijke functie daar om reizigersstromen door het land te krijgen. En Utrecht heeft dat eigenlijk niet. We hebben Utrecht Lunetten, we hebben Utrecht Overvecht, maar die stations die hebben eigenlijk een andere functie. Wat nu de bedoeling is om dit grote knooppunt, om daar meerdere knooppunten, openbaar vervoer knooppunten omheen te creëren. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht legt uit hoe dat er dan uit moet gaan zien. Eigenlijk kun je het vergelijken met een soort wiel met spaken, waar Utrecht Centraal dan de as van is. We hebben nu natuurlijk al een aantal van die spaken liggen, soms spoorlijnen of bijvoorbeeld buslijnen. En het wiel is er nu nog niet. Dus wat we eigenlijk aan het Rijk vragen is, maak met ons dat wiel, dus een soort ringlijn rondom Utrecht, en verbeteren met ons de spaken. Dus soms zal het nu al een sprinterverbinding zijn, willen we heel graag dat die vaker gaat rijden. Of soms zal het nu een busverbinding zijn, willen we heel graag een tram. En waar dan die ringverbinding en die spaken elkaar treffen, ja, daar willen we echt een heel goed overstappunt maken, een soort knooppunt, waaromheen je meer woningen en werkplekken kan maken. Ja, ambitieuze plannen, maar die kosten natuurlijk ook veel geld. Ze vragen om miljarden. Dan denk ik ook meteen aan die tramlijn die al honderden miljoenen te veel kost, de Uithoflijn. Hoe zorgen ze ervoor dat dit niet uit de klauwen loopt, Kees? Nou ja, dat is natuurlijk altijd afwachten, want dit soort projecten kosten inderdaad heel veel geld. Lot van Hooijdonk, de wethouder, zegt wel van ja, dit is eigenlijk iets wat we al heel lang willen. We hebben in 2010 al voor het eerst gesprekken gevoerd met het Rijk om dit plan tot stand te brengen. Ja, het is eigenlijk al te laat, zegt ze. We moeten nu echt iets doen. Dus ja, ze zegt, het kan eigenlijk niet anders dan dat het Rijk met geld gaat komen. Nou, hoeveel dat dan zal zijn, dat moet blijken. Op 4 juni dan spreken de wethouder en de provincie en de ministers die verantwoordelijk zijn met elkaar om te bekijken hoeveel geld er nodig is en hoe het traject eruit gaat zien. We wachten af. Kees, dankjewel. De wijk Griffenstein in Zeist is een historische plek. Er staan prachtige monumentale panden. Maar de woningcorporatie die wil die huizen slopen voor nieuwbouw. Bewoners en historische verenigingen willen dat alles behalve en zij komen nu in actie. Het grootste deel van de arbeiderswoningen aan de Cornelis Schellingerlaan in Zeist zijn ontworpen door Jan Wils. Hij ontwierp ook het Olympisch Stadion in Amsterdam. De panden zijn allemaal gemeentelijk monument, maar de woningcorporatie wil ze slopen voor nieuwbouw. Het Kuipersgenootschap zet zich in voor behoud van historische panden en is niet blij. Ja, bijna al zijn gebouwen in Nederland zijn inmiddels zwaar beschermde monumenten. Dus ook hier is het heel vreemd dat je die woningen sloopt die ook zo prachtig in die groene omgeving staan. Want dat is wel het bijzondere van dit hele wijkje. Het zijn arbeidershuizen, maar ze staan in een omgeving die zo een buurt zou kunnen zijn met chique herenhuizen, chique villa's. Heel typisch voor de tijd, ook de arbeider had recht op een goede woning in het groen. Woongoed Zeist vindt dat de huizen niet meer van deze tijd zijn. Niet klimaatbestendig en gehorig is het argument.
Dus wil projectleider Jan van Wiggen dat de gemeente de monumentenstatus schrapt om nieuwe woningen te bouwen. Wij zijn ervoor als woongoed om betaalbare woningen te leveren, zeg maar. En het in stand houden van monumenten is gewoon een andere tak van sport, zeg maar. En ja, de kwaliteit die wij krijgen als wij gaan renoveren, die haalt nooit de kwaliteit die we met nieuwbouw halen. Net als de historische clubs is ook het merendeel van de bewoners fel tegen de sloop. Ze voeren daarom actie. Volgens huurder Jelle Schutondraaier staan ze sterk. Woongoed verzwijgt dat, maar uiteindelijk moeten de bewoners voor een grote meerderheid ervoor kiezen als zij het willen slopen. En dus zijn er protestposters gemaakt die deur aan deur worden verspreid. En op de achterkant staat de informatie. De Kuipersvereniging steunt de bewoners en is bereid om desnoods naar de Raad van State te stappen om de sloop te dwarsbomen. Maar uiteindelijk hopen we in gesprek te komen met alle partijen. We hebben contact met de gemeente, we hebben contact met de woningbouwvereniging om met elkaar te komen tot een goed plan voor renovatie. Gebruik die voorbeelden uit andere steden om dit goed op te knappen. Nou, het is afwachten wat de gemeente ervan vindt. Die neemt binnenkort een beslissing over de monumentenstatus van de complexen. Het is namelijk vanwege de gevoeligheid bewust over de verkiezingen heen getild. Er is vanmiddag iemand neergestoken in Zeist. Op de Chopinlaan was de steekpartij. Het slachtoffer was na het incident nog aanspreekbaar. En daardoor weet de politie dat de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar zijn. De verdachte is aangehouden en hoe het met de gewonden gaat is niet bekend. Er zijn opnieuw schoten gehoord in Park de Gagel in Utrecht-Overvecht. Gisteravond hoorden mensen de knallen rond 11:30. De politie onderzocht de plek, maar zag nergens een gewonde. Zondagmiddag werd er ook al geschoten. Toen werd een Utrechter van 30 aangehouden. En ook toen was er geen gewonde. Minder mensen kopen een speed pedelec. Dat is een elektrische fiets die ruim 40 km per uur kan. Volgens BOVAG komt dat omdat de snelle fietsen binnen de bebouwde kom worden gezien als een brommer. En daarom moeten ze tussen de auto's op de gewone rijbaan rijden. De brancheorganisatie in Bunnik denkt dat mensen daardoor afschrikken. Ze vinden dat de speed pedelec thuis hoort op het fietspad. Het blijft spannend of de provincie geld wil stoppen in de Vuelta. Vandaag debatteerden ze erover. Gedeputeerde Van den Berg wil 2,1 miljoen euro in de start van de Ronde van Spanje steken. Maar de staten zijn kritisch. GroenLinks en CDA bijvoorbeeld. Ze willen ook investeringen voor inwoners. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om naar het werk te fietsen. Over 2 weken stemmen de staten over de miljoenen. Na 500 jaar sluit de Catharijnenkerk de deuren. Het was 5 eeuwen lang een kathedraal in Utrecht. Tientallen kerken gingen deze al voor. En dat komt omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Maar de Catharijnenkerk, dat is een bijzondere. Allereerst omdat het een rijksmonument is. En het is de thuiskerk van de aartsbisschop, Wim Eijk. Toch moet die dicht, omdat het financieel niet meer rendabel is. De kerk wordt nu waarschijnlijk van de buren, het museum Catharijnenconvent. Daar is de kathedraal. En daar begint het museum. Dus het is ook heel logisch dat er op dit moment gesproken wordt met het museum over de mogelijkheden van overnemen van de kathedraal. Ja, waar het museum de kerk dan voor gaat gebruiken, dat is nog niet duidelijk. Een kroketje, patatje speciaal of een frikandel. Daar denk je aan bij het woord snackbar. Maar dat soort gerechten krijg je niet in een gloednieuwe snackbar in Utrecht. Daar zijn alle gerechten namelijk veganistisch. Ze zijn heel druk bezig met flatbreads. Ik zie op de achtergrond dat ze met verschillende curry's bezig zijn. Pizza's worden gemaakt. Dus een drukke boel. Op de plek waar 36 jaar lang het Chinese restaurant Paradijs zat, opent vandaag Snackbar. Alle gerechten zijn 100% plantaardig. Dus dat is echt een keuken die helemaal ontdekt moet worden. In Amsterdam en Eindhoven kennen ze de keten al, maar Utrecht is het enige restaurant waar volledig veganistisch wordt gekookt. De gerechten van de plantaardige keuken worden samengesteld door het internationale personeel. Dus we hebben, onze chef komt bijvoorbeeld uit Londen, we hebben mensen uit Duitsland, Italië, maar ook veel verder weg uit Indië, Australië, Griekenland, Syrië, Namibië. Slovenië. Dus het is echt een waanzinnig internationaal team. En dat vinden wij eigenlijk stiekem ook wel leuk. De Utrechter die denkt een traditionele snackbar binnen te lopen, hoeft volgens Floris niet teleurgesteld te zijn. We hebben wel degelijk klassieke snackbar items op het menu. 4 pizza's, 2 burgers en een kapsalon. Alleen dan wel allemaal op onze eigen manier bereid. Natuurlijk zonder kunstmatige toevoegingen, zonder geraffineerde suikers, glutenvrije opties. Maar ja, daarom wijken we natuurlijk af van het standaard snackbar concept. Dat het bij ons gewoon super gezond is en helemaal plantaardig. Ja, het is niet zomaar een restaurant, dat begrijpt u. Het heeft ook nog eens 110 zitplaatsen. Dus het is ook het grootste plantaardige restaurant van Europa. In Utrecht dus. En dan, er zijn wederom weer records gesneuveld. Vandaag is de warmste 28 mei ooit met 28,5 graden in de beeld.
En het was nog nooit zo warm in een nacht in mei als afgelopen nacht. Met 19 graden in Hoek van Holland is het vorige record verbroken. Want dat was 18,8 graden in Maastricht. En het blijft warm, dus het kan ook nog maar zo zijn dat die records nog eens een keer verbroken worden. Laten we eens kijken wat de aankomende avond en nacht doen. De bewolking neemt dan af. Het koelt af tot een graad of 16 in onze regio. Morgen begint zonnig, maar later op de dag kunnen er zware regen- of onweersbuien over de regio trekken. En dan wordt het 28 graden. Tot zover U Nieuws. Maar blijf kijken, want zo in U Vandaag hebben we het over een nieuwe serie van onze collega Margreet. We bespreken het sportnieuws met onze Gert Kruis. En we hebben zang met, nou, niet zomaar de minste kan ik zeggen, de beste crooner van ons land. Alleen doet Filip het op zijn way. Tot zo, na de reclame.